NTR. Het was 50 euro per rol. 50 euro ja, per rol? 50 euro. Voor hoeveel meter? 25. Doe normaal. Wat? Roy. Ja. Doe je dat draadstel slijpen? Ja. De hele boomkant op oranje, Jorrit. Loud. Ja. Je hebt dit hier ook nog helemaal niet gegaast. Wat? Je hebt dit hier bij de overgang ook nog niet gegaast. Dat platte stuk. Ja, dat moet ook gegaast. Jongen, je moet het nou niet opnieuw gaan, je moet het nou gewoon afmaken. Want ik heb net gekeken, het is zo'n stukje wat naar binnen naar buiten steekt. Als je dat even... Als die je andere binnen, kant niet. Die andere kant, ja. Deze kant steekt helemaal niet uit. En die andere kant wel. Zo'n ja, stukje, op een paar, ja, op een paar wolkjes, dat valt reuze mee. Als jij met opbouwen een ijzertje inknipt waar het bol is, kun je het zo indouwen. Serieus, geloof me maar. Nee, dat valt echt wel mee. Dat zie je echt niet, Bas. Dat zie je niet. Laat hem naar buiten. Ja, dag. Ja, Bram is wel een jongen die doet echt heel veel voor de bouw. En af en toe een beetje te veel. Dan lukt zo groot dit en zo groot dat. Ja, dat kan allemaal wel. Maar dat duurt eventjes. Gas! Zet maar aan. Ja? Hij schrok nou wel heel erg. Ja, ik zit ook zo. We moeten wel weten of dit de dag volhoudt. Ik maak het ontwerp. Ik bedenk de constructie zoveel mogelijk. Bij mij zit alles precies in mijn hoofd hoe die wagen straks in elkaar komt te zitten. Het is niet ingedeukt, want dat zie je niet. Je trekt het buigijzer naar binnen. Het ding gaat trillen als een gek. Bastiaan, het is nou niet anders. Je gaat het nou niet helemaal plat stampen. Dan kan je maar opnieuw beginnen nou. Het kan nou niet anders. Het is zo. Klaar. Dan maakt dit die rem hier kapot. Nee. Het ding gaat ook schudden. Bastiaan, dat is niet. Dat is wel. Hij gaat niet kapot. Trekt hij alles kapot juist? Nee, doe nou niet zo eigenwijs. Serieus. Trekt gewoon alles kapot? Nee, dat is niet. Dit jaar gaan we gewoon keihard terugkomen. We zijn vorig jaar laatste geworden. Vorig jaar is het niet goed gegaan. Een rotbouwseizoen gehad. En dit jaar gaan we gewoon keihard terugkomen. En dan kunnen we laten zien dat wij ook wel gewoon een wagen kunnen bouwen. Laatste plek. Nee, 14. Ja. Klinkt lekker. De eerste van 100. Ja, dus dat is goed. Ja. Alles wat betekening was, was niet gelukt. Ah, maar. Hij reed. Dat was het enige. Ja. Nou, het begon goed. Het begon goed. Maar ja, sinds ja, sinds ja. Maar sinds na een maandje begon sinds de kerstvakantie. Nou, eerder. Ja, ja, eerder. Na een maandje begon het al. Ja, na een maandje, ja, toen werd het toch wel veel. We gingen categorie hoger. Dat is meteen 2,5 meter hoger. En Bram, die de tekening ook maakte, die dacht van,
Dan gaan we ook meteen groot uitpakken. Dus we gaan heel groot bouwen en we verlengen de wagen tot met trekker 25 meter of zo. Mevrouw Brand die speelde een beetje het baasje. En daar kon heel veel niet goed tegen. Het leek net zo'n dictatuur in de tent. Dat is echt hoor, vorig jaar. Hey, is dat ding al bijna afgebrand? Ik hoop voor het eten af te hebben. Ik hoop voor het eten af te hebben. Volgende week? Voor het eten! Voor het eten, hè? Godzakken, zeg. Dat werd toch ook aardig, hè? Je wil gewoon zo graag een keer de beste zijn. Zo graag een keer die A-cup winnen. Ja, dat is gewoon... Je hebt het gewoon geflikt, dan ben je gewoon de beste van allemaal. Ja, dat is gewoon... Ja, ik weet niet, dat moet omschrijven, dat is lastig. Dan... Het is toch, ja, het zou heel mooi zijn. Ik zou dat kunnen met deze groep. Ja, dat zou kunnen. Dan moet iedereen er wel vol voor gaan. Ik geniet je voet erop. Wel. Kijk, wat er nou eens van af. Ja, ik doe het eigenlijk voor de gezelligheid. En gewoon kloten 's avonds. Gewoon wat knutselen. En, ja, dat is wel mooi. Hij is wel een mooie sleutel aan die man. Ja, ik vind het belangrijker dat, dat we een echte vriendengroep hebben en dat het gewoon gezellig is dan dat we per se zo heel goed moeten eindigen. En, dat vind ik wel het belangrijkste. Altijd hetzelfde liedje met twee. Kroketten! Ja! Oh, lekker kroketten. Gezellig met elkaar bouwen staat voorop, maar dan moet je toch wel eigenlijk als prioriteit één hebben dat die wagen afkomt. Bas, ja, liefde, Bas, ja, bij! Bas! Bas, ja, hier, Bas, ja! Oh, die krijgt... Ah! Ah! Ze moeten echt een flink doorplakken. Willen we dat niet, dan ook. Dan ook. We zijn vroeg begonnen. En we gingen in het begin hartstikke goed. Het ging hartstikke snel. Alleen toen op een gegeven moment is het een beetje ingezakt. Omdat er heel veel leden dachten van we gaan het wel redden. En niet echt zagen dat er nog veel moest gebeuren. En nou moeten we toch nog wel weer een beetje gas geven om het af te krijgen. Want... Ja, er moet gewoon nog heel veel gebeuren voor die laatste 2,5 week. Hoe laat is het vraagstuk? Half zes. Half zes! Ja. Als de overhang bruin is en al die kleine onderdeeltjes wit geplakt zijn, dan gaan we naar het clubfeest. Waar is Rutger? Weg. Huh? Hallo. Zo weg. Hij liep hier weg, man. Ja, fijn. Daar heb je dus echt helemaal niks aan. De helft is er weer eens niet. Ik snap dat niet. Kunnen wij het afmaken terwijl ze op de clubfeest staan? Lekker.
Bas, wat doe jij? Bas! Wat doe jij? Fucking hell. Ga naar bed, man. Ah, jongen. Zo af. Iedereen staat lekker gezellig in een kieltje in het café en dan staan wij hier te plakken, ja. Ik ben ook niet gek. Ik ga niet meer plakken. Hè? Ga je eentje naar de club feesten? Slaat op. We zijn om 12 uur niet op de club feesten. Ja, jammer dan. Moet af. Bas, wat ga je doen? Ja, ik had eens eentje. Ja, nee, ouwe. Nee! Ik ga gewoon nog. Bas, what the fuck? Maak het nou even af. Nee, het schiet er niet meer op. Ja. Dat maakt er niet uit. We moeten nou toch gewoon even doorgaan. Anders krijgen we het niet af. Iedere meter moeten we nou wel marking kunnen maken. Nee, het schiet nou ook niet meer op. Ja, waar wil ik dat maakt er niet uit. We moeten nou wel meters maken, hoor. Als we nou even doorgaan, dan zijn we zo klaar. Even doorgaan, zijn we zo klaar. Dan zijn we om 12 minuten klaar. Nee. Ja, het is maar nou heeft het gewoon totaal geen zin meer, hoor. Tuurlijk, je moet gewoon door blijven gaan. Iedere meter die je nou maakt, hoef je morgen er niet meer te maken. Ja, ik plak nou geen meter meer, hoor. Ja, ouwe. Slaat hem heeft toch totaal geen zin meer. Dit heeft wel zin. Iedere meter die je nou maakt, is er mooi niet meer te maken. Je bent wel met 6 man aan het plakken. Afmaken nou, kom op. Je denkt toch zeker niet dat je morgen snel plakt, hè? Je hebt clubfeest gehad zo meteen. Ja, en dan? Jongen, je weet toch zelf ook wel dat het dan niet zo snel gaat? Je bent zo brak als een hond straks. Waar kan ik mezelf verstaan? Zijn we liggen. Hij dramde het wel heel hard door dat hij per se naar het clubfeest wilde. Ja. Toen is hij uiteindelijk gewoon zelf gegaan. Ja. En uiteindelijk zijn we gewoon allemaal meegegaan. Ja, ietsje later als hem, maar we zijn uiteindelijk ook gewoon allemaal gegaan. Ja? Ja. Mijn lastwerk af is, gaan we naar het clubfeest. Nou heeft het toch geen zin meer. Nou zijn we te weinig. Het heeft wel altijd iets, dat feest. En ik denk dat ze door dat feest ook niet willen zien wat er nog moet gebeuren. Ze weten wel dat die wagen af moet, maar ze beseffen niet dat ze door een... Ik kan het wel zeggen. Maar dan komen ze de volgende dag pas achter. Oeh, en dat moet nog gebeuren, en dat moet nog gebeuren. Ze beseffen gewoon niet dat het echt daadwerkelijk zoveel gevolgen gaat hebben. Komen de mensen plakken. Of in ieder geval bouwen. Heb een WhatsApp. Wow, ja. Uh-oh. Ik wil wel, maar moet leren, zegt Lisa. Dus wie komen er? Ja, niemand. Diede zou toch komen vanavond? Heeft niet gereageerd. Die zit te eten, denk ik. Ja, dat... Oh, die boven ja, zit maar. Ja, als jij vanavond naar Marksen gaat, ben je er dan morgen op dat het ook gebouwd, hè? Wat als het niet... Oh, mm-hmm.
ik ook. Ik wil vanavond wel echt die muts af, hè. Dat kan. Het moet wel echt gereed worden. Even, ja, maar even bekennen. Kazen, bruin, wit, kazen, bruin, wit, kazen, bruin, wit. Dat duurt niet lang, dat duurt niet lang. Wit plakken duurt niet lang, maar alles bij elkaar ben je wel fucking lang bezig. Ja, misschien ben je wel tot 9 uur. Ja, oké. Ja. Snel. Oh. Waarom gaan we voor de deur? Ah nee, koekjes. Ja, die ga ik ook niet nog opeten. Het is veel bang met een bed stieren. Maar... Serieus, je laat er nog even 2 door voor me, joh. Wat doe jij, Bastiaan? Even. Nice. Even spelen. Oké, schat. Nee, uur of zo. Ik kijk af en toe te weinig naar mezelf, zeg maar. En dan ga ik te lang door. Gewoon puur omdat ik dingen niet helemaal los kan laten. Ja, je wil gewoon zo graag een keer de beste zijn. Ja. Die rendieren vind ik nog wat vet. Ja, die zijn echt goed gelukt. Ja, samen met de kerstman. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Oh, joh. Ja. Vergeet, jongen. Ze blijven hangen wel, ja. Echt gaaf uit, jongen. Ik kan er wel trots op zijn. Als kerstman. Ja. Mag ik naar Bastiaan? Mam. Dan moet je vuile jood zetten. Hallo, ik ben een kerstvrouwtje. Hier in Boemeldonk staat het te gebeuren. De Boemeldonken optocht. Ter ere van het Prins Jacobus 47ste jaar. Deze optocht wordt speciaal voor hem gehouden. En het wordt niet zomaar een optocht, zeggen wij hier in Boemeldonk. Het wordt een geweldige optocht.
Ja, Boemeldonkers, we zijn weer even terug, denk ik, hier in Boemeldonk. Het heeft even opgehouden hier. Er is een uitvaller. Ze rijden definitief niet meer mee in de optocht. De lasten zijn weer gesprongen. Dat is nog veel te gevaarlijk. Maar ze rijden de optocht niet meer uit. Over. En ik heb net vernomen dat ze besloten hebben om deze wagen uit de optocht te halen. Helaas, CV de dwarsliggers. Het is heel moeilijk te snappen, omdat die wagen nog wel gewoon reed. En die aggregaat kon je aanzetten en de muziek die kon je nog aanzetten. Maar dan mocht niemand meer de wagen voor de veiligheid. En ook toen je achter die optocht aanreed en zo naar de markt toe. Grote eraag leek het wel. Dat was echt mooi. En dan krijg je een applaus en dat is echt geweldig. Ja, dat is allemaal goed. Niet gelukt. Het is een hele bittere pil. Maar je komt er alleen maar sterker van terug, hoor. Echt waar. Als je dan zoiets meemaakt dat je echt niet wil, wat je, daar ben je met z'n allen voor gegaan en dan... Ja, je merkt gewoon dat je samen iets hebt meegemaakt, zeg maar. Je voelt je meer een groep, denk ik, of zo. Wat ik volgend jaar eigenlijk wel wil, wat mij echt leuk lijkt om te doen, is een niet te grote wagen, maar wel... Klein. Ja, de idee van de afgelopen 2 jaar. Ja. Daarom zei ik dat. Ja, kijk, omdat dat zo goed ging. Ja. Ja. Laten we dat. Al die handjes terug en laten we allemaal handjes zo bewegen. Maar serieus, zijn er serieus al ideeën? Ja, dat was een serieus. Het is niet alle dagen kermis. Kerstmis. Dat vind ik eigenlijk wel. Laat allemaal bomen en erachter schuift het woordje bos.